Yo mensen, vandaag laat ik jullie één van mijn allereerste Redstone-werelden zien. Volgens mij is het zelfs mijn tweede om precies te zijn. Tadaa. Helemaal volgebouwd met Redstone, helemaal hier naar achter, hier zo langs. Ik begin hier zo bij het begin. Ik volgde een tutorial-serie van de Minecraft HD. Dat bestaat niet meer, dat is nu GamingGeek.nl. En dat is deze... Simpel deurtje. Simpel 2x2 deur. Een gat in de vloer. En een... ...procent hier de deur. 100% hier de deur. Oh, deze ook nog. En die blauwe ook nog, volgens mij. Oh ja, deze ook nog. Een soort memory-achtig iets. Maar ik heb nu veel betere designs. Dus die gebruik ik eigenlijk nooit meer. En wat ik hier heb, gebruik ik nog altijd. Op deze manier. Op deze manier maak ik nog altijd scoreboards. Of in ieder geval dit gedeelte en dat gedeelte. Zo maak ik nog altijd scoreboards. En wat hebben we hier? Minecarts. Hier hebben we een van mijn allereerste soort redstone computers. Een man met een snorretje. En die kan ik van hier zo achter bedienen met alle levers en shit. Nou, dat was dat ook. Dit vind ik wel grappig. Dat is... Heb ik ooit een keer gemaakt. Als je goed kijkt. Staat er hoi. Er stond hoi. Ja, voor de mensen die niet geloven, er stond hoi. Dit ding doet het niet meer helaas. Heb ik van het tutorial. Dit is een item elevator. Kijken of hij het nog doet. Kijken, 4 levers erin. Druk op de knop. En ze liggen inderdaad bovenop. Nice, die doet het dus nog. Dit is een oude butt-switch-achtig idee. Maar dan met blok wegtrekken misschien of zo. Ik weet niet meer hoe dat was. Ik weet nog bijna alles. Zo. Oh ja, dit was het. Je plaatst hier een blok. Het blok wordt weggetrokken en de deur gaat open. Nou. Drie keer drie redstone deur die het niet meer doet. Dus kijken waar zit de input. Hier zo. Zie je, die doet het niet meer. Die doet het echt niet meer. Dit is wel grappig. Ik ga proberen een counter te maken. Deze. Dit is mijn design. Helemaal zelf bedacht. En deze is voor 2. En dit is een design... Die ik nu gebruik. En deze is voor 10. En ze zijn ongeveer even groot. Deze is zelfs kleiner. What the fuck. Dit is een lamp. Moest ik een design voor een stadionlamp maken. Nou, dat was dit geworden. Een butt switch. Maar ik gebruik nu een andere. Deze gebruikte ik eerst altijd. Hij doet het ook gewoon goed. Zie je. Dit is wel grappig. Als de torch uitstaan, kan ik niet in de kisten kijken. En anders wel. Dat komt. Dit zijn stairs en dit zijn solid blocks. En die worden dan geactiveerd zodat je niet meer in de kisten kan kijken. Dit is een casino. En ik weet niet of hij het nog doet. Waarschijnlijk niet. Oh wacht, ik heb voor mijn laatste upgedate. Oh nee, toch niet. Nee. Nou, kijk en als ik dan... beetje mazzel heb. Er waren er al 2. Als alle 3 naar boven gaan, dan komt er een item uit. En dit is al wat ik eruit gekregen heb. Zogenaamd. Dit was mijn supermoderne enchanting table. Tot en met 1.2.5 of zo. Dan kon je zo... Kijk, vroeger was het nog niet zo van... Als je over boekenkasten stond, was alles level 30 enchant. En hiermee kon je dan zo, hup, en dan was de ene helft. En dan kon je er nog een level bij doen en er was nog een helft bij en shit. Nou, dat vond ik super nice, super mooi was dat allemaal toen. Alleen, dat is niet meer nodig. Dat is een simpel huisje. Dan gaan we hier zo naartoe. Hier zo heb ik een... combination lock met buttons. Die heb ik al op mijn kanaal gemaakt. Alleen deze is gigantisch met allemaal geluidjes en shit. En ja, erg groot design. Die ik nu heb is veel simpeler. Dit is mijn
printer. Het werkt zo. Hier heb je de knoppen wit en zwart. Je drukt wit, zwart, wit, zwart, wit in. En dan komt het hier zo te staan. Wit, zwart, wit, zwart, wit. En aangezien ik de creeperface wel even wil afmaken, doe ik wit. Wit. Zwart. Wit. Wit. En dan doet hij het. En dan komt er alleen zwart uit. What the fuck? Waarschijnlijk was de witte inkt op. De witte inkt was op. Nou, hij werkt wel goed en... Holy shit, wat stinkt het. Serieus, het stinkt hier. Dit is mijn melon, is een pumpkin farm. Stap op de pressplate en het wordt geoogst. Yay. Stap er nog een keer op en het wordt naar beneden gedaan. Dit was mijn arrow detector shit. Iets in die richting. Eens kijken, kan ik ergens een boog vinden. Hier is een boog. Dan moest ik daar zo schieten. En dan ging de deur open. Ja, zo werkte die. Dit is de 2x2 deur waar ik een tutorial over heb gedaan. Volgens mij is het precies hetzelfde. Ja, precies. Oh, ik had hier nog repeaters. Nou, dat heb ik nu niet meer. Maar precies, het is precies hetzelfde. Een lift waarvan één verdieping het maar doet en de andere niet. Dat is wel jammer. Hier heb ik nog een leuk zandshopje. Eens kijken, zit er een item hierin? Hier zitten geen items in. Dan stop ik daar even melons in. Dan pak ik even wat zand. En dan ga ik laten zien hoe die werkt. Je stopt er 1, 2, 3 zand in. En woep, ik krijg een melon. Kijk, heb ik hem? Nou, hij is door dat. Is hij er doorheen gevallen? What the fuck? Nou, gewoon simpel design. Dit is de klok van CNB Minecraft. Een legendarische redstoner. De voorganger van Zeppelin. Maar hij uploadt niks meer. Ik weet niet waarom, maar hij uploadt niks meer. Ik vind het jammer. Maar hij uploadt niks meer. Een treinstation. Oh ja, in mijn allereerste redstone wereld had ik een gigantisch treinstation. Hetzelfde idee, alleen... Misschien wel 2 keer zo groot en shit. Het was hetzelfde idee. En ook met dat uitstappen. Ik laat even zien hoe dat uitstappen werkt. Hier zie je allemaal minecarts. Ik stap in. Ik ga rijden. Ik heb niks aangevinkt, dus ik ga nergens heen. En dan hup. En dan zit ik hier vast. En dan shift. En dan kan ik nergens heen. En dan moet ik hier op staan. En dan oef. Weg is die. En dan is de minecart. En hier is het nieuwe. En over een paar seconden komt daar een minecart tevoorschijn. Als het goed is. Kom op, minecart, waar blijf je? Volgens mij is hij hem een beetje gebukt. Ja, hij is niet weggereden. What the fuck. En nu is hij binnen 2 seconden daar verder. Ja, hij is er al. Dat is een vuurtoren die ik niet aangezet heb omdat het enorm gaat lekken. En dat was het alweer. Volgens mij. Nee, dat is niet waar. Ik heb hier nog een daylight detector toen Minecraft 1.5 nog niet uit was. Was dit een daylight detector? Hij werkt goed. Want als ik een dag maak. Time set day. Dan gaan ze uit. Een paar seconden. Een paar seconden. Kom op, ga uit. Kom op. Zo eruit gaan. What the fuck? Waarom gaat die niet uit? Oh, hij is al uit. Oh, hij is al uit. Ja, ze zijn al uit. Sorry, pardon. Oh, daar gaat mijn deurblok. Wat heb ik nog meer? Oh ja, ik heb daarachter ook nog iets. Ik weet niet of ik daar iets met redstone heb. Volgens mij niet. Maar ik ga er gewoon even kijken. Het is al zo lang geleden dat ik op deze wereld heb gezeten. Eens
kijken. Even station 2 zat volgens mij in mijn hoofd. In de minecart en go. Oh ja, station 2. Oké, even een ritje maken. Lekkere lange aflevering. Vinden jullie vast ook eens leuk. Van mijn tweede rest van de wereld. Dus ja. Ja, kijk er nog steeds elke keer met plezier weer eventjes in rond. Dus ja, ik vond het leuk om ook allemaal te maken. Kijk, dan sta je hier stil en over een tijdje rijdt hij mijn kaart weg. Zie je, hij begon te knipperen. En dan hebben we hier een half afgebrand dorp. Oh, hier is allemaal TNT. Weet je dat hier allemaal achter ook nog TNT zit? Ja, en hierachter ook nog waarschijnlijk wel ergens. Ik was altijd bezig met TNT. En meestal mislukte dat. En hier heb ik dit gebouwd. What the fuck is dit? Serieus, what the fuck is dit? Zo'n mooi patroon, dat grote wol. Maar wat is dit ooit? Stadionachtig iets, ik weet niet. Ik weet echt niet. Nou. Ik ben een beetje verkouden. Kunnen jullie wel horen volgens mij. Dat was het van dan weer voor deze keer. Like, subscribe, abonneer en tot de volgende keer. Later.